We spraken exclusief voor de orkaan met organisator Mario Walda. Vrijdag 21 april is het zover. Dan is er een Nederlandse boksteam, boks tegen het Schotse nationale elftal. En dat kan natuurlijk een mooi spektakel worden. En daarbij hebben we natuurlijk ook nog drie profpartijen. Waaronder Gino Kanters, zaalkanter natuurlijk. Atjom de Tank Kasparian en Kilat Halli. En dat is een super zwaar gewicht. En daar verwacht ik wel heel veel van. We hebben natuurlijk ook hele goede Nederlandse boxers. Waaronder Enrico de la Cruz, dat is echt een topper. Gradius Kraus, die past nog brons gehaald. Rick Diesel de Nooier. Delano James. Tony Jess. Stan Martens. Mustafa Agra. Allemaal toppers van Nederlandse boksbond. En die gaan het opnemen tegen het Schotse nationale team. En dat kan een hele leuke boksavond worden in Lausanne, in de sporthal. Hoeveel mensen verwacht je hier? 350 mensen, dus het is snel uitverkocht, vrees ik. Dus wees er snel bij. De tickets gaan online. De eerste 25 krijgen al korting voor 27,50. En ben je later, dan moet je 30 euro betalen. En we hebben natuurlijk ook in de sporthal, kun je zelf de tickets afhalen. Je bent er heel lang mee bezig geweest, dat weet ik. Kun je aangeven wanneer je met deze voorbereiding begonnen bent? Nou, we waren natuurlijk al na het eerste box-event samen bij weer gestart. Maar toen kwam corona de hoek om zeilen bij iedereen. Dus het is allemaal op een laag pitje gestaan, de boxers hebben stilgestaan. Maar we zijn nu weer volop bezig, we zijn nu al een half jaar al in voorbereiding. En de boksbond heeft het ook gelukkig goed opgepakt. Die zeggen, ja jongens, dit is een prachtig evenement, daar willen we bij zijn. Dus daar hebben we ook alle medewerking van. Dus ik ben blij dat het deze week eigenlijk helemaal rondgekomen is wat betreft dus de boxers. Want daar ben je ook allemaal afhankelijk van. Dus ik verwacht een mooi event. Oké. En is het de bedoeling dat dit soort boksevenementen vaker hier gaan plaatsvinden? Ja. Het is natuurlijk begonnen dat Gilbert Halli en ikzelf de vaders gingen eren. Dat was het eerste boksevent. Dus het heet ook het Kees Halli en Mart Walda boksevent. En ja, dat heeft natuurlijk dat heeft toen zo goed uitgepakt. Iedereen was zo razend enthousiast dat het echt een herhaling vatbaar was. En we hebben gelukkig weer sponsoren gevonden die met ons mee hebben gedacht. En daar zijn we heel blij mee, want het is in deze tijd erg moeilijk om dit soort evenementen te organiseren. Oké, ik wens je heel veel succes. Dankjewel.